Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Ten westen van ons land zien we een brede band met bewolking liggen en die wolkenband die schuift heel voorzichtig dichterbij. Inmiddels zien we in Zeeland de sluierbewolking wat toenemen en geleidelijk aan wordt de bewolking daar ook wel wat dikker. Maar op de andere plaatsen in ons land blijft het tamelijk helder. Computerberekeningen laten dat ook mooi zien. In eerste instantie komt er een zone met bewolking en neerslag dichterbij, die verpietert. En daarna raakt het op de meeste plaatsen toch weer vrij helder. En laat op de woensdag komt een nieuwe zone in de nacht naar donderdag, gevolgd door regen. En die neerslag zou hier en daar ook nog wel wat sneeuw kunnen gaan brengen. Maar zover is het nog lang niet. In eerste instantie is het over het algemeen gewoon helder. Met vanavond in Zeeland wel wat wolkenvelden. De temperatuur zakt in het oosten van het land al tot net onder nul. In het westen van het land blijven we daar nog net boven. Maar in de nacht zakt het kwik op de meeste plaatsen onder het vriespunt. In het noordoosten zelfs min 4, misschien zelfs min 5 graden. En dat zou matige vorst betekenen. Maar het is droog en helder. Er is eigenlijk heel weinig aan de hand. Ook morgen overdag veel zon. Met name in het oosten van het land. In het westen geleidelijk aan wat meer wolken. Maar het blijft droog. Temperatuur loopt op naar 4 tot 6 graden. En de wind waait uit het zuiden tot zuidoosten. En is matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En dan dus inderdaad die nacht naar donderdag, dan komt er bewolking dichterbij, dan gaat het regenen en in de oostelijke helft van het land kan ook natte sneeuw vallen. Misschien dat die sneeuw zelfs blijft liggen, plaatselijk tot maximaal 3 centimeter. Maar in de nacht en ochtend van donderdag gaat de neerslag over in regen, dan smelt die sneeuw ook weer weg en donderdagmiddag is het dan weer droog met opklaringen en zitten we in veel zachtere lucht, 5 tot 9 graden wordt het dan. Vrijdag en zaterdag hebben we over het algemeen droog weer met flink wat zon, temperatuur op vrijdag rond 7 of 8 graden. En ook zaterdag is het uh, ongeveer die temperatuur die we op de thermometers zullen aantreffen. In de temperatuur komt ook niet zo heel veel verandering. Volgende week misschien langzaam iets lagere temperaturen. En wat we ook zien, is dat de kans op vorst in de nacht toch steeds aanwezig blijft. Sneeuwkansen daarbij, ja, die zijn er dus vooral voor de donderdag. Meestal in de vorm van wat natte sneeuw. Maar het kan in de nanacht dus hier en daar even wit worden in de oostelijke helft van het land. Daarna zijn de sneeuwklansen toch relatief klein. En de sneeuwkansen die we zien, horen niet bij de laagste temperaturen. Dus die sneeuw die zal ook zeker niet blijven liggen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl